Hi, leuk dat je kijkt. Ik ben Mike en dit is Met een Zachte G. Deze week praat ik met een muzikant met een zakelijke insteek, namelijk Erwin Steijlen. Hij is ook de initiatiefnemer van het evenement Totally Tuned in 013. Verder komen we meer te weten over het Textielmuseum in Tilburg en gaat Monique op zoek bij een lekker gek studentenhuis. Laten we meteen gaan kijken hoe Monique op zoek gaat naar meer geluk in het spel. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Gekkenhuis. En in het nieuwe jaar sta ik op de Winkeler Prinsstraat en ik ga even kijken welke bel ik moet hebben. Hoi, welkom bij de Winkeler Prinsstraat. Kom binnen. Nou, dit is onze woon/eetkamer. In deze ruimte eten we en chillen we met z'n allen. We hebben ook hier altijd onze feestjes. En daarbij hebben we dus de Wall of Shame fame. En daar staan eigenlijk alle hoogtepunten van het feest. En ook ja, alles wat voor rare dingen er zijn gebeurd. Die zetten we daarop, zodat eigenlijk de volgende generaties in het huis kunnen teruglezen. Aan de eetkamer grenst keuken. En zoals je kan zien, wordt daar altijd goed gekookt. Welkom bij onze exotische balkon, zoals we dat zeggen. We hebben namelijk een grasmat waar je met je blote voeten op kan lopen. Leuke strandstoelen en een vogelnestje. En een vogelnestje hebben we eigenlijk elk jaar vogeltjes die eigenlijk hun eitjes komen broeden. En zelfs het leukste wat hier aan dit balkon is, is dat we zonlicht hebben tussen 4:30 en 5:30. Dit is mijn kamer. Het is simpel, het is lekker wit. Het is een meisjeskamer, maar het is allemaal prima. En het chillen aan dit huis is eigenlijk dat iedereen zijn eigen badkamer heeft. Dus je hoeft niet urenlang te wachten op de gang totdat de douche vrij is. Je kan er gewoon je bed uitrollen en je bent er. Deze keer in de game ga ik het nog een keer proberen met een spelletje Mikado. En ik hoop dat het deze keer wel lukt. Weer niet gewonnen. Het nieuwe jaar brengt mij dus ook geen geluk. Dus we weten wat ons dit jaar te wachten staat. Nou, hoi Naomi. Leuk dat we even langs mochten komen. En dan ben ik toch wel benieuwd. Die muur met al die teksten erop. Wat is dat nou precies? Nou, we hebben eigenlijk elk jaar een feest. En dit jaar was het het Disney thema. En elke ochtend na het feest, als iedereen aan het poetsen is, dan schrijf eigenlijk de hoogtepunten op van het feest wat iemand heeft meegemaakt. Oké, dus dan een beetje een herinnering aan wat er allemaal fout is gegaan die nacht. Ja, zo kan je het wel zeggen. We hebben het echt vanaf 2001 staan er volgens mij dingen op. Dus het is ook wel leuk dat er sommige dingen op staan waarvan je eigenlijk zelf niet hebt meegemaakt. Maar als je het dan terugleest, dat je er eigenlijk ook wel om moet lachen. Omdat je zoiets hebt van, oh, had dat er dan uitgezien. Ja, want die feesten die geven jullie dan best wel vaak. Sowieso 1 keer per jaar. En nu hebben we dan 2 à 3 keer per jaar dat we een feest willen geven. En eigenlijk gewoon lekker veel zuipen met vrienden en heel veel mensen uitnodigen. Oké, klinkt heel gezellig. En doen jullie dan ook veel dingen samen met het huis, met z'n allen? We hebben altijd dat we met kerst en nieuwjaar dat we met z'n allen gaan eten en dan gaan we op stap. En vaak ook met sommigen, niet met allemaal dan, omdat ja, school en uni en dat soort dingen, dus we kunnen niet altijd de schema's gelijk houden. Gaan we ook wel cocktails drinken of ergens in de stad een biertje drinken, dat gebeurt dan ook wel. 1 keer in de zoveel tijd. Nou, klinkt heel gezellig. Ik heb natuurlijk een beetje rondgekeken. En ik ga even kijken wat de cijfers zijn geworden. Dan gaan we verder met de ranking. Te beginnen met de hygiëne, waarvoor ze een 8,7 krijgen. Het is hier gewoon ontzettend schoon. En ze hebben allemaal een eigen badkamer, wat heel chill is. Het is een hoog cijfer. Dan hebben we gezelligheid. Er wonen hier genoeg mensen en ze geven hier vaak feestjes. Waar ook genoeg rare dingen gebeuren, zoals we op de muur hadden kunnen zien. Dus daarvoor een 7,8. Dan hebben we nog de koelkast. Ze hebben hier allemaal een eigen koelkast. En wij hebben die van Naomi gezien. Die was redelijk goed gevuld. Dus daarvoor krijgen ze een 7,4.
En dan hebben we nog de tuin, die ze hier niet echt hebben. Maar ze hebben wel een heel leuk en gezellig balkonnetje. Met zelfs nog een paar extra huisdieren die hier af en toe langskomen. Dus daarvoor krijgen ze een 7,5. Met die cijfers komen we gemiddeld op een 8,1, wat een mooie score is, maar helaas net niet genoeg voor de eerste plek. Maar ik denk wel dat ze heel tevreden kunnen zijn. Ja, dus ook in het nieuwe jaar weer geen geluk in het spel voor Monique, maar we moeten het natuurlijk niet onderschatten. Laten we eens kijken naar de tussenstand. Op 3 staat Huizen Smegma met een 9,1. En op een gedeelde eerste en tweede plaats staan de Primus en Spoordijk met een 9,2. Bij mij op de bank zit Erwin Steijlen. Welkom. Dank je. Allereerst. Jij bent van Totally Tuned. Klopt. Zou jij kunnen vertellen wat dat is? Ja, Totally Tuned is mijn nieuwe bedrijf. Het is een masterclass en een platform. Bedoeld voor talentvolle songwriters, composers, producers. Die wij koppelen aan de zakenwereld. Dus je leert eigenlijk schrijven voor een andere markt dan wat je op school meestal leert. Ja. En je leert schrijven en werken door middel van echte opdrachten. Dus als je het goed doet, verdien je ook geld. Oh, nou, dat is een mooie bijkomstigheid. Ja. En met een platform, hoe moet dat voor me zien? IT. We werken online. Dus we hebben leraren uit New York. Amerika, dat is hetzelfde natuurlijk. Amerika, Engeland, Duitsland. Dat gaat dus internationaal. Dus de lessen zijn soms wel via Skype, maar meestal zijn het opgenomen lessen. Ja. Je hebt een platform waar een opdracht op verschijnt. En daaronder, dat is ook een eigen gemaakt Facebook, zeg maar. Waar, maar dan veilig en achter een decoder. Je moet een code krijgen, een login. Ja. En dan kun je jouw versie van de muziek inleveren. Andere studenten moeten daar naar luisteren, kunnen daarop reageren. Maar de coaches ook. Dus uiteindelijk zorgen voor de best mogelijke eindresultaat. En de beste 5 stuur ik door naar de klant. Oké, okay, en met Totally Tuned heb je dus dat platform wat je net beschreef, maar je hebt ook een evenement. Ja. Wat zou je daar ook even iets over kunnen vertellen over dat evenement? In 013 gaan we volgende week donderdag, de 18e, een heel mooi evenement organiseren, iets nieuws. Want ik heb ontdekt dat het voor creatieve mensen heel moeilijk is om aan werk te komen. Ja. En netwerken, dat kennen creatievelingen nauwelijks. In de zakenwereld is dat heel normaal. Bijna elke vrijdag is wel ergens een boller, et cetera. Ja. Alleen, niet dat je nou per se altijd moet gaan zuipen of bitterballen eten. Maar het werkt dus wel als je mensen leert kennen. Ja. Je krijgt heel veel opdrachten op deze manier. Hè. Muzikanten doen dat niet snel. En andere creatievelingen ook niet snel. Ze zitten heel snel opgesloten in hun ateliers of in de studio's. Ze zijn een beetje nerdy soms. Als je het wel doet, ga je dus aan werk komen. Om ze te helpen, gaan we gewoon een evenement organiseren. Waar ja, heel veel gaat leren. Er komen echt topcomposers, internationale mensen die geslaagd zijn muzikaal, maar ook zakelijk gezien. En die gaan hun verhaal vertellen. En tegelijkertijd is er een netwerkmoment. Oké, okay, tof. En je zegt in 013, ja. Dan ben ik ook wel benieuwd. 013 is natuurlijk in Tilburg. Wat is jouw band met de stad? Nou, ik ben een geboren Tilburger, dat sowieso. Dit sluit heel erg aan bij Tilburg Cultuurstad. Ik heb een nieuw kantoor in de spoorzone. Ik heb een studio al in Tilburg. Dus ik ben af en toe wel weg geweest. En ik reis ook veel, maar ik kom altijd weer hier terug. Dus eigenlijk meest logisch om het dan toch hier te gaan doen, waarom dan niet 013? Laten we dan maar meteen stoer beginnen in de grote zaal. Ja, super tof. Ja. En ben jij ook toevallig thuis in het muziekgenre jazz? Een beetje wel. Een beetje wel, want het is namelijk zo, in het Textielmuseum is een tentoonstelling rond de 1920s Jazz Age. Ja, leuk. En Judy, die nam een kijkje. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Gast erop. Ik ben Judy en ik neem jullie vandaag mee in het Textielmuseum in Tilburg. En waar ik erg benieuwd naar ben, omdat ik zelf heel erg fan van jazz ben, is de tentoonstelling 1920s Jazz Age. Voor de mensen die thuis niet weten wat het Textielmuseum is, wat houdt het eigenlijk in?
Het Textielmuseum is een makersmuseum. We hebben tentoonstellingen op het gebied van kunst, mode en design. Maar de bezoeker kan hier ook het maakproces van textiel volgen. In ons textiellab zijn dagelijks kunstenaars en ontwerpers bezig om hun eigen stoffen te maken. En daarnaast hebben we nu ook een nieuwe tentoonstelling, 1920s Jazz Age. Nou, en wat kunnen mensen onder andere te zien krijgen in de 1920s Jazz Age? In de tentoonstelling zijn 150 haute couture en prêt-à-porter stukken uit die tijd te zien. Maar er zijn ook foto's van bekende fotografen uit die tijd, James Abbey, te zien. En ook filmfragmenten uit die tijd. Er is ook een kleine bioscoopruimte waar je verschillende films uit die tijd kunt bekijken. Nou, ik sta nu in de textielshop en de helft van de producten die hier aanwezig is, is ook gemaakt in het textielmuseum. De collectie die hier zit is in samenwerking met Studio Job gemaakt. Nou, we gaan nu even een kijkje nemen bij het textiellab. Nou meneer, ik zie allemaal best wel ingewikkelde apparaten staan, maar ik vraag me af, waar dienen deze voor? Nou, dit zijn computergestuurde weefmachines en hier kunnen wij zo ongeveer alle designs die ontwerpers uit de hele wereld eigenlijk ontwerpen, kunnen we hierop maken. We zijn nu bij de wolfabriek en hier worden onder andere dekens gemaakt, maar op de ouderwetse manier. Als je de wollen dekenfabriek binnenkomt gelopen, zie je in het begin de wol in de stokoude machines gaan. En naarmate je verder in de wollen dekenfabriek gaat lopen, zie je dat er echt een deken uit de machine komt. Nou, als je naar het einde van de woldekenfabriek loopt, zie je deze machine staan. En dit is de ruwmolenmachine. En dit zorgt ervoor dat de stof lekker wollig wordt en zacht. Nou, we zijn nu aangekomen bij de tentoonstelling 1920s Jazz Age. En dit is de tentoonstelling waar het eigenlijk allemaal om draait in het textielmuseum. Deze tentoonstelling laat het leven van een vrouw zien in de jaren 1920, hoe zij zich in de ochtend, middag en avond kleden. Nou, ik vond het super interessant om hier een dagje te zijn en ik zal het textielmuseum ook zeker aan jullie aanraden. Nou, ik pak mijn jas en tot volgende week. Doei! Nou, dat was mijn werk vroeger. Maar goed, we zijn nu gelukkig in 2018. En je kan tot 27 mei nog naar deze tentoonstelling in het Textielmuseum. En naast me op de bank zit nog steeds Erwin. Nou, je hebt net al even verteld over Totally Tuned, over het bedrijf en over het evenement, wat het inhoudt. En wat ik me nou afvroeg, voor wie is het dan precies bedoeld? Kan ik er als student heen? Is het voor gearriveerde eigenlijk muzikanten? Eigenlijk is het natuurlijk het meeste bedoeld voor creatieve mensen. Ja. Maar anderzijds hoop ik op 50-50 dat er ook heel veel bedrijven komen. Ik weet dat de directeur van de Rabobank komt. Er komen grote bedrijven, Interpolis en kleinere. Ik wil eigenlijk laten zien dat muziek op één moet. Ik werk al 18 jaar als composer voor bedrijven. Ik heb BMW. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Want ik heb gezien dat je met heel veel grote dingen meegewerkt. Dat klinkt altijd zo bluffig. Maar je maakt gewoon muziek. En op een of andere manier rolt het zo dat je zo'n opdracht krijgt en blijk je daar goed in te zijn. En wat moet ik me dan voorstellen bij zo'n opdracht? Nou ja, ik ontdekte dat er voor het bedrijfsleven is creativiteit superbelangrijk. Eigenlijk ligt het een moderne brand, merk, ligt helemaal niet zo ver uiteen bij wat een artiest wenst. Een artiest wil ook wereldberoemd worden, wil zijn kracht telen, wil passie tonen, wil muziek maken, wil mensen blij maken, de wereld een klein beetje beter maken. En moderne brands die duurzaam zijn, denk eigenlijk hetzelfde. Sluit best wel goed aan. Ja. Ik weet niet of je BMW zo'n brand kunt noemen, maar toevallig heb ik die jarenlang gedaan. Dus alle product launches, elk nieuw product wat ze wereldwijd uitbrachten, zetten ze ergens in de wereld neer. En daar maken ze film voor, steken ze
enorm veel geld in innovatie in zo'n product. En laten ze ook muziek van maken. En dat is wat ik doe. En dan moet ik dus het zien onder een reclame of onder niet per se. Product launches, reclames maar product launches zijn ergens een plaats in de wereld waar de hele wereldpers komt. En daar tonen ze die nieuwe auto voor de eerste keer. En dat kan een koor zijn. Ik heb gewerkt voor de Olympische Spelen in 2008. Een videowand van 110 meter. Koren, vliegende olifant. Je kunt het je gekste verzinnen. Het is een beetje de grootst mogelijke theatervoorstelling die je kunt verzinnen. En dan één keer. Ja, vet. En, maar, want je zegt, ik vroeg net naar die commercials. En je hebt ook ergens gezegd dat muziek een ondergeschoven kindje is bij advertising. Is het? Dat triggerde me wel. Zou je dat kunnen toelichten? Volgens mij is muziek de holy grail naar klantencommunicatie toe. Maar wordt het nog steeds verkeerd ingezet. Ik heb het geluk gehad om meteen voor de grote bedrijven mogen gaan werken. Maar juist die grote groep daaronder, die beseft het niet. Die huren een reclamebureau in of een videobedrijf. Ja. Content is belangrijk, 4K-camera's, drones, et cetera. Dat doen jullie ook allemaal hier. Oh ja, we hebben nog muziek nodig. En dan wordt er een stokmuziekje gekocht van $15. 10.000 keer gebruikt. Dat is niet speciaal. Als je nagedenkt over het merk en het omdraait, en dat doe ik al 18 jaar, ik ben één. Muziek op één, niet ik, muziek op één. En van daaruit kan de filmmaker zijn edits doen op de muziek die speciaal geschreven is voor het merk. Voor het DNA van het merk of het DNA van de klant. Snap je? Ja, ik snap hem. Ik vind het tof. Tof en dat wordt nog steeds heel weinig gedaan. En daarom ook zoveel vervelende en irritante muziek in reclames. Ja, en het past niet. Dit ga je ook vertellen op het, op het evenement? Bewijzen. Of leg je dan het accent ergens zelfs anders? Aantoonbaar dat je omzetgroei kunt krijgen door de juiste muziek te gebruiken. En dat zie jij dan voor? Hoe zie je dan het invloed hebben op zijn omzet? Dat je dus een sterker merk neerzet. Kijk, als je bedrijven uitnodigt, moet je het ook even over omzet hebben. Ja, als die denken alleen maar, wat kost dat en waarom? Ja. Maar als je kunt aantonen dat de juiste muziek... Kijk, je moet gewoon vragen aan een bedrijf, hoe klinken jullie? En gewoonlijk vinden ze dat heel raar. Maar ze weten wel hoe een font is, een logo, mission statement. Kennen ze allemaal, maar hoe ze klinken vinden ze een rare vraag. De grote bedrijven, ik voor mag werken, weten dat al lang. Ah, dat vind ik, en daar heb jij ze naartoe gebracht? Of dat hebben ze, die wisten het eigenlijk al. En hebben nog discussie. Want je zou kunnen zeggen dat BMW altijd orkestel is of filmisch. Snap je? Maar dan heb je altijd hetzelfde muziekje. Ja. Dat kan je ook wel proberen daar. Mijn plan is altijd, elk product wat je maakt moet cirkel rond zijn. 100% kwaliteit. Dat wat een fan verwacht of een klant. Dan een streepje verder denken. En dat streepje verder, daar zit jouw eigen USP in. Dat vind ik een toffe dan om mee af te sluiten. Wanneer is het evenement? Volgende week donderdag, 18 januari 013. Begint om 1 uur 's middags tot 5. En daarna het netwerkmoment. Super, dan zie ik je misschien daar wel. Ja, tof, ik nodig je uit. Dankjewel. Cool. Voor deze week was dit in ieder geval alweer. Volg ons op Facebook en via Instagram, dan blijf je de hele week op de hoogte. En omdat het volgende week Blue Monday is, vroegen wij een aantal Tilburgers, wat zou jij doen als je nog maar 1 maand te leven had? Hopelijk heb ik wat langer en zie ik jullie volgende week weer terug. Groetjes! Ik weet niet, veel dingen doen met mijn vrienden en familie. Vakantie, superveel en echt, ja, superveel eten kopen en zo. Ik weet niet man, dat weet ik echt niet. Dat moet ik vragen. Een heel groot huis bouwen. Tijd doorbrengen met je vrienden. Ik denk al mijn geld opmaken, gewoon leuke dingen gaan doen en gewoon plezier hebben. Nou, als ik nog een maand te leven zou hebben, zou ik al mijn geld uitgeven wat ik zou hebben. Ik zou tegen al mijn vrienden en familie de waarheid zeggen, wat ik van ze vind. Positief en negatief.